Zondag jongstleden was het druk in de MFA De Dompelaar in Elsendorp. Carnavalsvereniging De Peelfruiters organiseerde de dienstenveiling. De carnavalsvereniging in Elsendorp bestaat het komende seizoen 55 jaar. Vanwege dit jubileum wil men dan nog groots uitpakken het komende carnavalsseizoen voor jong en oud in Elsendorp. Een van de hoogtepunten zijn de feestavond Goud te Bebrood en de jubileumreceptie. Ook de carnaval staat volop in het teken van de jarige carnavalsvereniging. En daar is extra geld voor nodig. Achter de schermen is veel werk verricht door de commissie dienstenveiling. Er werden door de Elsendorpse gemeenschap 110 diensten aangeboden. Veilingmeesters waren Louis de Bruin en Henk van der Laar. In druk bezochte De Dompelaar zorgden voor een geweldige sfeer. Ondernemers en particulieren uit Elsendorp en daarbuiten boden op en of kochten de diensten. De dienstenveiling werd voor carnavalvereniging De Peelfruiters, maar ook voor de Elsendorpse gemeenschap, een groot succes. Een deel van de opbrengst gaat ook naar Stichting Dorpsoverleg Elsendorp.